De 28e editie van de Afro Day is gisteren op feestelijke wijze herdacht de plantage Onoribo. Iwan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang, zegt dat de naamsverandering van Blakamang Day naar Afro Day niet een eenvoudige verrichting was. De verandering betreft een andere vertaling van de naam en niet een verandering in de betekenis. Wijngaarden benadrukt dat er jaarlijks gewerkt wordt aan herstel van wat jarenlang is afgebroken tijdens de slavernijperiode. Afro-beschaving levert een bijdrage naar wereldbeschaving. Sneesjabin-beschaving, Hudistani, Japani, Bakker-Abin, alle konder-Abin-beschaving. En die Ulu, die onder druk, en we mag, de Smabin-Freda-beschaving voor Ulu, dus dat we mag, en de man Horasan onder druk, Langatra-instituut, de Kikerki bijvoorbeeld, dat was een instituut, die hoorde aan beschaving ook toe naar Bakka, zodat die wat ik heb aan de Caribisch train met dat je naar je beschaving dat iedereen kwam bon zonder route. Hij waait, hij waait zo. En dat ben ik gewoon een serie voeding die bij Katibo Uno, zodat hij in een kracht is. Je kon zwakken, je naar je eigen beschaving. Volgens de voorzitter van de Afro Day is het van de Federatie Paraplantages, Hesdy Ommen, is de Afro Day een moment waarbij er niet te veel gekeken moet worden naar het verleden. Hij stelt dat kennis over het verleden wel nodig is, maar mensen naar elkaar toe moeten groeien. Kobigeluku, zij bondroenu, zij horu na wang. Dat ko urokotap den pistori dati. Kobige urokotap den pistori dati. Dat je kisi apisi teidu dati. Dat je kisi apisi fu alespeki. Alespeki dat want taki, je moet ook respecten usrefi. Bika a geschiedenis leerukba, dat die den pratunu tena in un geloof. Kou no luke moro, kou luku no, kou respecten usrefi. Dat want taki, ini wamasa abe geloof, ini wamasa abe sani, kou respecten usrefi. Ammen meent dat respect zal zorgen voor saamhorigheid. Vele trauma's moeten achtergelaten worden en religie mag groepen niet scheiden.